Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag de HPV-scholen-vaccinatiecampagne gelanceerd op de Sohansingschool. De campagne markeert een cruciale en belangrijke stap in bescherming van de gezondheid van jongeren tegen het humaan papillomavirus en HPV-gerelateerde ziekten. Met deze vaccinatiecampagne wil het ministerie er vooral zorgen dat jongeren beschermd zijn tegen baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker. In Suriname is baarmoederhalskanker de tweede doodsoorzaak bij vrouwen. Ook in de wereld baart deze vorm van kanker zorgen. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, een baarmoederhalskanker-eliminatiestrategie ontwikkeld, waarbij er doelen zijn uitgezet voor tot 2030. De vertegenwoordiger van PAHO, WHO, Jeff Locatara, zei dat jaarlijks 20 tot 35 vrouwen het leven laten vanwege baarmoederhalskanker. Some people may say this is not a lot, but when you look at the context and the size of Suriname, this is a lot. And even if it is one death, this is a lot for the community. HPV vaccines are safe and effective. Global data on safety and effectiveness of this vaccine are available for almost two decades since the first vaccine was marketed, during which more than 500 million doses have been distributed worldwide. Data also show a significant reduction in cervical cancer in countries with increased HPV vaccination coverage. The introduction of HPV vaccine in the Americas have been overall successful. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid meent dat er niet zo vaak gesproken wordt over baarmoederhalskanker. Hij omschrijft deze ziekte als een hele lijdensweg, waarvan de prognose slecht kan zijn als de ziekte laat is geïdentificeerd. Ook wijst hij erop dat het traject van behandelen en managen van kanker niet gemakkelijk is. Daarom is bescherming in de vorm van vaccinatie noodzakelijk. De minister wijst erop dat de vaccinatie niet altijd bescherming biedt. Daarom is screening ook belangrijk. Dus vaccineren betekent je gaat jezelf beschermen, inenten, zodat het grootste deel is, laat ik zeggen, kan voorkomen worden met vaccineren. Maar je zal een deel hebben die, ondanks die vaccinaties, toch niet beschermd is volledig. Daar 70% moet dus op de leeftijd van 35 jaar en op de leeftijd van 45 jaar moeten 70% van de vrouwen zijn gescreend, weer op baarmoederhalskanker. En in 90%, die laatste 90, is dat we 90% van de vrouwen met voorstadium van kanker al behandelen en 90% van de vrouwen met baarmoederhalskanker goed managen. Dus 90-70-90, dat is wat alle landen willen behalen in 2030. Wij zijn lidland van de WHO, we zijn lidland van de PAHO, we hebben ons ook gecommitteerd aan deze strategie. Het ministerie wil met deze landelijke campagne de bewustwording over het belang van vaccinatie vergroten en ook de gezondheid van de jeugd garanderen. Bij de lancering op de Sohansingschool vandaag hebben 37 jongens en meisjes het HPV-vaccin ontvangen.